eventjes hier, want we weten natuurlijk nooit hoe lang ik nog heb. Hè. Ja? Kunnen we wel eens gewoon om eens te proberen, is kussen? Kussen? Misschien? Kussen? Ja, zo. Zo. Lien van den Broek speelt Marianneke, het liefje van Robin Hood in de musical Robin Hood en ik. De show speelde dit weekend in de Capitool in Gent, de eerste musical sinds corona. En het is ook Liens eerste musical. Dit voelt voor mij wel echt heel groot. En dat is het ook of zo. Dus het is echt de eerste keer dat ik ook in... Normaal zit ik zelf in die zalen voor dingen te komen kijken. En nu sta ik zelf op dat podium. Dus dat is soms nog even zo knijpen van... Ah, dat is wel echt... Ik sta daar wel echt of zo. Ja, dat is nog wennen. En dat de musical opent in Gent is voor haar best wel speciaal. Ik reed Gent binnen afgelopen maandag, want dan starten we hier in het theater. En ik heb een hele speciale band met Gent, want ik heb hier mijn kunsthumaniora gedaan aan de Ottogracht. Ben ik begonnen met mijn eerste stappen te zetten als actrice. Ik heb daar woordkunstdrama gevolgd. Dus als ik Gent binnenreed die maandag, dan kreeg ik echt kippenvel. Zo van, oh, ik ben hier terug en dat voelt nog altijd zo heel vertrouwd. Ik ben heel graag in Gent. Dus ik was ook oprecht blij dat ons openingsweekend hier was. Ik vind Gent zo'n toffe vibe, zo'n creatieve sfeer ook. Ja, hè? Ja, oh ja, kijk, veel ja's. Bij een groots openingsweekend en première hoort natuurlijk ook een rode loper. Met COVID-safety kit kan dat weer helemaal net zoals vroeger. Fantastisch natuurlijk. Eindelijk terug kunnen starten met een eerste première in het Capitool na corona. We zijn dolgelukkig dat ze terug naar hier komen met de kindershows. We hebben drie typen shows. En je kunt ofwel een show doen met minder dan 500 personen. Dan is er eigenlijk niks specifiek. Dan heb je de shows met het COVID-safe ticket, zoals deze première, waar je dus een COVID-safe ticket moet kunnen laten zien. En dan zijn er verder geen mondmaskers meer. En je hebt ook nog bepaalde shows met mondmaskerplicht en met social distancing. Dus de promotor die dat kiest en het hangt ook een beetje af van het aantal personen dat aanwezig is natuurlijk. Hier zijn vandaag 1100-tal toeschouwers en daar zijn ook enkele bekende gezichten bij. We hebben daar ontzettend naar uitgekeken. Ik denk, het ging precies nooit meer gebeuren. Zo van, ik moet dat nu echt blijven duren. En nu, ja voilà, nu is het zover. En dan nog in Gent, dus het loont de moeite waard. Hè. Thuisacteur en vriend van Lien van den Broek, Matthias Vergels, is er uiteraard van overtuigd dat ze het heel goed gaat doen. Ik hoor haar wel soms zingen in de keuken of in de living. En dat klinkt heel goed, dus ik heb hoge verwachtingen, ja. Ik heb ook niet goed geslapen. Gewoon omdat ik wil meeleven of zo, ja. De musical Robin Hood en ik reist na dit weekend nog naar Hasselt en Antwerpen. Hey!